Vanmorgen wil ik met u praten over een simpel, maar toch een belangrijk onderwerp. En het is toch een onderwerp die heel belangrijk is in het leven van elke christen. En natuurlijk ook van elke persoon. Alvorens ik verder ga, wil ik toch met u bidden. En ons preek, de preek zo opdragen aan de Heer. Vader in de hemel, wij danken u. Wij prijzen uw naam. Wij eren en aanbidden u. U bent God. U bent de grote God. U bent onze Vader. En wij vragen u, Vader, om ons open de oren en ogen te geven. Vader, bereid ons hart alvast voor op uw woord. Opdat wij niet slechts hoorders mogen zijn van uw woord, maar ook daders. Leid u ons in de kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het is altijd belangrijk dat wij als mensen, en meer nog als kinderen van God, een balans of een evenwicht hebben in ons leven. En als we rondom ons heen kijken, vandaag de dag, dan zien we dat we de mens over het algemeen, en dan natuurlijk ook wij als kinderen van God, ons best doen om een balans te hebben in het leven. Om een evenwicht te hebben. Er wordt vaak heel veel tijd besteed en energie om een balans te hebben in het leven. Als we kijken naar onze persoonlijke ontwikkeling, vaak zoeken mensen een coach op, een mentor op, om te helpen. Als we kijken naar ons werk, proberen we daar ook een balans te hebben. In relatie met elkaar, in ons gezin, maar ook in ons lichaam. Vaak hoor je, ik ben op dieet. Net hebben we gehoord, zijn er Zumba-lessen. Men probeert een beetje de pontjes in balans te houden. Niet te veel en ook niet te weinig. Het is toch wel belangrijk voor ons, dat ene woord, balans. En we staan er soms niet bij stil. Maar de mens besteedt vaak heel veel geld maandelijks en jaarlijks om in balans te zijn. Of ook om in balans te blijven. En als we de Bijbel lezen, dan zien we ook dat God, onze Vader, ons oproept om in balans te zijn. Dan gaat het om onze relatie met God. Geestelijk in balans zijn. En God vraagt dat van ons. Hij roept ons ook op om in balans te zijn. Een verkeerde beslissing. Een onverwachte situatie. Soms de manier waarop we zijn opgevoed. Of beslissingen van anderen. Langdurige ziekte. Kunnen vaak de oorzaak zijn dat we uit balans raken. Iemand maakt een beslissing of neemt een beslissing. En het heeft invloed op jou. En je raakt uit balans. De vraag is, hoe behouden wij onze balans? Of evenwicht? Ondanks de moeilijke tijden. Ondanks de moeilijke situaties waarin we verkeren. En soms ook vaak verkeerde keuzes die we maken. We gaan kijken naar een gedeelte in de Bijbel. Waarbij Gods woord ons adviseer, ons richtlijnen, ons tools aanbiedt, hoe wij in balans kunnen blijven. Ondanks de omstandigheden en ondanks de moeilijke periode waarbij wij als natie, als volk of ook als wereld doorheen gaan. Het gedeelte is gehaald uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Is dus het Nieuwe Testament. En deze brief is ongeveer geschreven 61 voor na Christus. En toen apostel Paulus deze brief schreef, was hij in de gevangenis in Rome. En in Handelingen 16 kunt u dan lezen hoe hij de gemeente in Filippi samen met zijn team heeft opgericht. Heeft gesticht.
En hij is nu in de gevangenis in Rome. En hij krijgt bezoek van een zeer trouwe medewerker uit die gemeente. En hij brengt, de medewerker brengt Paulus op de hoogte van wat reilt en zeilt in de gemeente. En Paulus' zijn hart zit echt bij de gemeente. Immers, hij heeft de gemeente ook helpen stichten. Dus hij meent om dan een brief te schrijven om de mensen in die gemeente te bemoedigen. Te ondersteunen. Om ze te zeggen, hoopvol, ga door met het werk dat je bezig bent te doen. Omdat de gemeente bekend stond om hun vrijgevigheid. Deze medewerker had ook een gift gebracht voor Paulus in de gevangenis. Om hem daar te helpen. Om hem te ondersteunen. En er zijn een aantal onderwerpen in deze brief. Zoals gebed. Hij schrijft een gebed uit. Dat hij bidt voor de gemeente en de gemeenteleden. Hij legt ze uit het nut van zijn gevangenschap. Hij roept ze op tot volharding. Hij geeft aan hoe Jezus een voorbeeld is voor de gelovigen. En hij moedigt ze ook aan hoe zij als gelovigen een voorbeeld kunnen zijn voor de wereld. Hij geeft ook verder in zijn brief aan het verlangen dat hij graag de gemeente wil zien. Dat hij graag onder de mensen wil zijn. Maar dat hij op dit ogenblik er niet bij kan zijn vanwege zijn situatie. Ondanks dat moedigt hij ze aan om vol te houden in geloof. Om blij te zijn. Om vriendelijk voor elkaar te zijn. Er is ook een heleboel verkeerde leer aanwezig in die gemeente. En hij weerlegt die verkeerde leer. En hij zegt, hou vol aan datgene wat ik jullie geleerd heb. Hij legt ook uit wat hij moet doen voor de Heer. Zijn doelen en het werk dat hij doet. En uiteindelijk in hoofdstuk 4, dan praat hij over de vrede van God. Die alle harten te boven schiet. De vrede van God die wij als mensen niet kunnen begrijpen. Het is een heel kundige man die een brief schrijft, het opbouwt en uiteindelijk het beëindigt met de vrede van God. En Paulus in zijn gevangenis, wanneer hij deze brief schrijft, schrijft hij het natuurlijk met zijn hart. En hij schrijft en hij hoort van God wat hij moet schrijven. Dus reden te meer voor ons om ernaar te luisteren. En te zeggen, Heer, wat kunnen we hieruit halen? Hoe moeten wij verder? Hoe moeten wij in relatie met u een gezonde balans hebben? Ik ga met u lezen uit Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9. Ik zal hem lezen uit de basisbijbel, een eenvoudige versie, een eenvoudige vertaling van de Bijbel, zodat het makkelijk te begrijpen is. Vers 1 zegt, zorg er daarom voor, vers 1 van hoofdstuk 4, zorg er daarom voor, lieve broeders en zusters, dat jullie één blijven met de Heer. Ik hou van jullie. Ik verlang ernaar jullie weer te zien. Ik ben blij over jullie en trots op jullie. Tegen Eudia en Syntyche zeg ik dat ze moeten stoppen met ruzie maken. En dat ze één moeten zijn in de Heer. En aan jou, mijn trouwe medewerker, vraag ik om deze twee vrouwen te helpen. Want ze hebben samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws te brengen, samen met Clemens en met mijn andere medewerkers. Hun namen staan allemaal in het boek van het leven. Wees altijd bij de Heer. Ik zeg het nog één keer,
Wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn, zegt Paulus. De Heer is dicht bij jullie. Vers 6 zegt, maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. En broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben, dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Tot zover dit gedeelte. In de versen 1 tot en met 9 halen we verschillende principes met betrekking tot balans hebben in ons leven. Balans hebben en balans bewaren. Principe nummer 1. Paulus roept op vanuit de brief en hij zegt tegen ze, bewaar de eenheid. Als het één ding is dat ons uit balans kan halen, is oneenigheid. Niet eens zijn met elkaar kan leiden tot ruzie. Mensen gaan daarom dan uit elkaar en het doel van God wordt niet bewerkstelligd. En het gaat om twee vrouwen. We focussen niet op het geslacht, want mannen kunnen ook ruzie maken, toch? Maar het gaat om twee belangrijke vrouwen. Het zijn twee vrouwen die gestaan hebben bij het begin van de kerk. Dus het zijn twee vrouwen die invloed hebben op de kerk. En ze hebben ruzie. En Paulus schrijft vanuit zijn gevangenis. Hij zegt, die twee vrouwen moeten hun ruzie bijleggen. Waarom? Eenheid kan de hele kerk beïnvloeden. Vooral als het gaat om twee vrouwen die invloed hebben op de kerk. Want als je het niet bijlegt, dan ontstaat er partijschap. Nee, ik ben van broeder Codrington. Nee, ik vind wat broeder Codrington heeft gezegd is goed. Of nee, aan de andere kant, nee, ik ben van broeder Vink. Want hij beredeneert het goed. Er ontstaat tweedracht. En als je het niet oplost, dan ontstaan er groepen. En dat beïnvloedt de eenheid. En dan gaan mensen uit elkaar. En de beste persoon om het te begrijpen is Paulus zelf. Want als je in Handelingen 15 leest, de versen 35 tot 41, dan zie je dat hij daar ook door een splitsing is gegaan. We kennen allemaal het verhaal van Paulus, enthousiaste jongeman, tot geloof gekomen. God op een wonderbaarlijke manier hem heeft genezen van blindheid. En God door tussenkomst van de Heilige Geest aan de leiders van Jeruzalem en de oudsten heeft God gezegd, zonder mij Paulus en Barnabas af. Want ik ga ze op zendingsreis sturen. En ze zijn naar de eerste zendingsreis gegaan, samen met een team. En ze hebben heel veel werk gezien wat God heeft gedaan door hen. En ze stonden op het punt om op een tweede zendingsreis te gaan. Lees u dat verhaal in Handelingen 15. Paulus zelf heeft aan Barnabas voorgesteld. Barnabas jongen, we gaan terug naar de plaatsen waar we zijn geweest. Om de mensen te bezoeken, om ze te bemoedigen. En op een gegeven moment zegt Barnabas, oké, ik neem Johannes Marcus ook weer mee. En Paulus zegt, nee, om de drommels niet. Deze man op onze eerste zendingsreis heeft hij ons in de steek gelaten. En om deze Johannes Marcus zijn deze twee mannen
uit elkaar gegaan. De Bijbel zegt in Handelingen 15, er trad verbittering op. En ze zijn gesplitst. Ik geloof niet dat het Gods bedoeling was, dat het Gods wil was, dat die twee mensen, Barnabas en Paulus, uit elkaar moesten gaan. Het is genade dat God verder met Paulus is gegaan en God is verder met Barnabas gegaan. Maar God had door tussenkomst van de Heilige Geest heel duidelijk gezegd, zonder voor mij af Barnabas en Paulus. Het was Gods bedoeling geweest dat die twee mensen samen zouden optrekken. Dus Paulus heeft persoonlijk ervaren wat splitsing, wat oneenigheid, waarvoor oneenigheid heeft gezorgd. En jaren daarna is hij wijzer geworden, zit hij in de gevangenis en twee mensen die hij goed kent, hebben ruzie. En hij zegt, los het op. Komen jullie bij elkaar. En het mooie ervan is, hij vraagt een trouwe medewerker van hem. Hij zegt, help die vrouw. Help ze het oplossen. Omdat hij uit ervaring praat en het kan ernstige gevolgen hebben. En opdat de gemeente hem dierbaar is, omdat hij weet waarvoor God hem geroepen heeft, en waarvoor God de gemeente geroepen heeft, heeft hij gezegd, lossen jullie het probleem op. En zorg ervoor dat de ruzie opgelost wordt. Dus principe nummer 1. Bewaar de eenheid. Eenheid bevordert balans. In gemeente. In de gemeente. Maar ook bij jou als persoon. In jouw gezin. Waar je werkt. Zorg voor zover je kan de eenheid, dat je de eenheid bewaart met mensen. En dat staat ook in de Bijbel. God schrijft het niet zomaar op. Principe nummer 2. Bezorgdheid. Vanaf vers 6. Dan zegt hij. Wees niet bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Om terug te gaan naar principe nummer 1 over eenheid. Dan zie je dat hij daarna zegt, los de ruzie op. En als je kijkt naar de versen 3 en 4 en 5, dan zegt hij, wees blij. In de Heer. Zie je? Ruzie neemt je blijdschap weg. Zorgt voor oneenigheid. Vriendelijkheid en blijdschap vloeien ook voort uit eens zijn met elkaar. Mekaar dragen in gebed. Dan gaan we voor elkaar bidden. Maar als ik ruzie heb met een ander, heb ik heel veel moeite, ja, om te bidden voor de ander. Om gastvrij te zijn, om vriendelijk te zijn. Maar hij moedigt ons daarbij aan. Hij zegt, wees in geen ding bezorgd. De Bijbel moedigt ons aan om niet bezorgd te zijn. De vraag is, hoe ben je in deze tijd niet bezorgd? Dan moet je de krant niet lezen. Dan moet je niet naar de tv kijken. Je moet zelf niet op bezoek gaan bij mensen. Hoe ben je niet bezorgd? En toch vraagt God van ons dat we niet bezorgd moeten zijn. En het mooie ervan, hij zegt niet, God zegt niet, wees niet bezorgd. God zegt, wees in geen ding. Bezorgd. Hij kon nog een beetje voor ons laten om bezorgd te zijn. Dan kregen we het gevoel dat we ook. Maar hij zegt, wees in geen ding
bezorgd. Paulus schrijft het aan die gemeente. En indirect ook aan ons. Wees in geen ding bezorgd. En we leven juist in een tijd waarbij alles ons stimuleert om bezorgd te raken. Als we om ons heen kijken. We maken ons soms ons zo bezorgd dat we zelf depressief ervan worden. We hebben dan geen hoop meer. Wat is de oplossing? En hij gaat verder en hij zegt: laat al je wensen en zaken waar we ons zorgen over maken, kenbaar maken door gebed en smekingen met dankzegging. Dus je moet je niet zorgen maken. Dus als je dingen ziet, moet je ervoor bidden, je moet bij God gaan en je moet de Heer danken. Zo. Wie heeft het vaak geprobeerd? Mooi zo. En is het gelukt? Niet altijd. Maar waarom lukt het niet? Want eigenlijk zou het moeten lukken dan, want God zegt en we doen en het moet lukken. Ik geloof als God iets zegt dat we moeten doen, dat het moet lukken. Dus waar gaat het mis? Want God zegt, ik moet me geen zorgen maken. En als er zaken zijn waar ik me zorgen zou moeten maken, moet ik het kenbaar maken bij God door gebed, smekingen en dankzegging. Dus elke keer wanneer ik loop, wanneer ik de krant heb gelezen, wanneer ik naar de tv kijk, ga ik binnen. En totdat ik me geen zorgen maak. En het moment ik mijn ogen weer openmaak, begin ik opnieuw. De Bijbel gaat verder en zegt, het gevolg daarvan, als je het kenbaar maakt bij God, zegt de vrede van God zal onze harten overnemen. Want vers 7 zegt, dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, onze harten en onze gedachten beschermen in Jezus Christus. Dus de vrede van God zal onze gedachten beschermen. De vrede van God is een tastbare graadmeter. Waarbij de Bijbel ons oproept. Om ons niet zorgen te maken. Wanneer we geconfronteerd worden en we gaan onze zaken bekendmaken bij God, is de vrede van God die onze harten overneemt een tastbare graadmeter van Gods aanwezigheid. Van God zijn manier zeggen aan ons, het komt goed. Ook al is nog niets opgelost. Je ervaart een innerlijke rust. En de Bijbel zegt, het is een rust die jij zelf niet snapt. Nog mensen rondom je heen. Er zijn een aantal teksten in de Bijbel. Werp uw bekommernissen op de Heer. Hij zal voor u zorgen. Psalm 55 vers 23. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 vers 7. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Matthäus 11 vers 28. Vertrouw op de Heere voor immer, want de Heere, Heere is een eeuwige rots. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Spreuken 3 vers 5. Teksten die in de Bijbel zijn, die ons aanmoedigen om onze problemen, onze zorgen, onze situatie kenbaar te maken bij God. God laat
dwars door de hele Bijbel ons zien. Hij zorgt voor ons. Hij is met ons. Hij wil ons helpen. Maar toch kiezen wij als mensen vaak ervoor om ons zorgen te maken. Met alle gevolgen van dien. De vraag is, hoe ga je verder? Hoe leef je onder omstandigheden zonder je zorgen te maken? En zonder dat je uit balans gaat, want daar gaat het om. Hoe zorgen we ervoor dat het werkt? Kijk naar vers 8. Vers 8 geeft aan hoe we verder moeten gaan. We moeten, wat ik noem, herfocussen. We moeten onze gedachten gefocust houden op andere dingen. Paulus onderwees niet alleen het woord, maar leefde het ook naar. Zodat de luisteraar de waarheid in zijn leven kon zien. Hou rekening, Paulus zat in die tijd in de gevangenis. Zijn situatie was ook moeilijk. Hij wachtte op uitspraak van de rechter. En het kon alle kanten uit. Was hij bang voor zijn leven? Paulus hield wel rekening dat hij dood zou gaan. En ondanks dat schrijft hij een brief aan de Filippenzen en hij zegt, verblijd je in de Heer. En hij zegt, nogmaals zeg ik jou, wees blij. Met andere woorden, het moet iets van hem vragen om blij te zijn. Het kostte hem iets om blij te zijn. Want zijn situatie was niet thuis. In een airco-zaal, relax met een piña colada. Hij was in de gevangenis geboeid en er waren wachters voor zijn kamer. En dan nog schrijft hij de mensen, wees blij. Waarom? Wat is die sleutel van Paulus? Paulus zat niet met een lang gezicht in de gevangenis. Oh, Heer, mijn God. Heer, ik ga doodgaan. Als je me niet helpt, ga ik doodgaan. Hij zat niet te mopperen. Integendeel stond hij bekend in de gevangenis. Hij kende de Romeinse soldaten. Men kwam regelmatig bij hem. En hij stond ze bij met raad. Met adviezen. En hij bad ook voor ze. Het evangelie verspreidde zich in de gevangenis en rondom. Paulus was bezig voor de Heer. Ondanks zijn situatie. Daarom kon hij de mensen in Filippi ook bemoedigen. En hij zegt, verblijd je. Maar waarom kon hij dat? Paulus' ervaring zou ook onze ervaring moeten zijn. We moeten het woord leren ontvangen, het horen en het ook doen. Vers 8 zegt, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk en goed is. Paulus maakte een keus. Zijn gedachten te richten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed was. Hij kon zitten mopperen en zeggen, meisjes, wat gaan ze zeggen? Wat gaat de rechter zeggen? Straks krijg ik de doodstraf. Ik heb niet lang te leven. Ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik heb zus niet. Wat moet ik nog bereiken? In plaats daarvan begon hij te herfocussen. En hij begon te kijken naar wat God wil dat hij moest doen. En het ook doen.
Dus een van de belangrijke principes die Paulus ons leert, is je gedachten. Geen wonder dat de Bijbel ons leert in Romeinen 12 vers 1 en 2. Dat we onze denken moeten hervernieuwen. Dat we ons denken moeten vernieuwen, dat we anders moeten gaan denken. En hij zegt het ook, richt je gedachten. Dat is een praktisch advies. Hij zegt, maak bewust de keus om te herfocussen. Ga ergens zitten ondanks je moeilijke situatie. Evalueer, herfocus. Waar gaat het precies om? En hij zegt, richt jouw gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. In plaats van ons focussen op zaken die ons in een bezorgdheidstoestand kunnen brengen, is het goed om onze gedachten te richten op positieve zaken. Zoals worship. Ga ondanks je moeilijke situatie aanbidden. Als je niet kan zingen zelf, omdat je je niet in de mood voelt, ga luisteren naar aanbiddingsliederen. Zet je telefoon of wat dan ook aan en luister. Laat aanbiddingsliederen je hart bewerken. Gods woord lezen. Ga Gods woord lezen. Ga je verdiepen in Gods woord. Als je geen zin hebt, ga luisteren naar een prediking. Ga luisteren naar een bemoediging. Er zijn tegenwoordig audiofiles. Of ga kijken naar TBN. Maar blijf niet zitten in die situatie en blijf niet mopperen. Herfocus. Fellowship met vrienden. Met andere gelovigen. Ga eruit. Ga fellowshipen met vrienden. Met andere gelovigen. Ga anderen helpen. Want soms wanneer je uitstapt en anderen helpt, dan kom je tot de ontdekking, die persoon is erger aan toe dan ik. Dus ik ben er niet zo slecht aan toe. Jee. Dus ga en doe iets. Of doe andere opbouwende zaken. Maar belangrijk is herfocus. In Filippenzen 4 vers 9 praat de schrijver over drie activiteiten. Vers 9 zegt, doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Zie je? Dus hoe blijf ik in balans, ondanks mijn moeilijke situatie? Herfocus is 1. Je moet herfocussen. En we hebben gezien. Het tweede is, je moet iets gaan doen. Je moet niet alleen maar blijven bij herfocussen. Want als je niets doet daarna, verval je toch weer in diezelfde situatie. Dus je moet daadwerkelijk iets gaan doen. En Paulus zegt ze ook, doe. Zie je, hij begint direct met dat woord. Doe is een actief woord. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Hij zegt niet alleen richt je gedachten op alles wat waar. Alles wat waar, alles wat eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Maar doe ook alles wat je van mij geleerd, gehoord en gezien hebt. Met andere woorden, kijk naar mij als voorbeeld. Hij bemoedigt de gelovigen aan om niet alleen gefocust te zijn op positieve dingen. En de wensen in gebed kenbaar te maken. Maar ook te doen. Alles wat je geleerd,
gezien en gehoord heb. Het is één ding om de waarheid te leren, maar heel iets anders om de waarheid te ontvangen. En het innerlijk tot een deel van jezelf te maken. Feiten in het hoofd hebben is niet voldoende. We moeten ook de waarheid in het hart bewaren. Het heeft geen zin om de Bijbel te kunnen uitleggen vanuit je hoofd, met hoofdkennis. Maar je past het niet toe. Dan heeft het geen zin. Geloof zonder werken, zegt de Bijbel, is dood geloof. Je moet iets doen. Je moet iets ervoor doen. En Paulus zegt, kijk naar mij. En dat is mooi. Dan kan je misschien zeggen, hoe kan Paulus zo trots zijn? Hoe kan hij zichzelf als voorbeeld geven? Maar hij zegt, kijk naar mij. Alles wat ik jou geleerd heb. Alles wat je van mij gehoord hebt. En alles wat je me hebt zien doen. Doe dat, dan komt het goed. Hoeveel van ons kunnen we dat zeggen? Kijk naar mij. Als je doet wat ik doe, komt het goed. Kunnen we dat met zekerheid zeggen? Hallo? In de voorgaande hoofdstukken, dan legt Paulus de Filippenzen uit hoe Jezus een voorbeeld is voor de gelovigen. Maar hij zegt ze ook hoe de gelovigen een voorbeeld moeten zijn voor de wereld. Kijk naar mij. Kunnen we de wereld dat zeggen? Kijk naar mij. Wereld, kijk naar mij. Alles wat je van mij hoort, alles wat je me ziet doen, en alles wat ik je leer, doe dat en het komt goed. Paulus kon dat met zekerheid zeggen. Niet uit hoogmoed, maar omdat hij weet dat zijn relatie met God in balans was. En hij kon anderen zeggen, volg mij. En uiteindelijk wil God ook dat we een voorbeeld moeten zijn voor onze naasten. Een voorbeeld moeten zijn voor de wereld, waar we ook zijn. Waar we, als we werken op school, waar we zijn, kunnen we zeggen, kijk naar mij. Het enige wat je moet doen is, doe wat ik doe. Dan komt het goed. Ja toch? Hallo. God is goed. Nog zeer te prijzen. God moedigt ons aan. En God vraagt van ons. Dat we als zijn kinderen zijn licht uitstralen. En dat is belangrijk. Gods licht uitstralen is praktisch. Is doen. Is onze gedachten richten op alles wat waar. Alles wat eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. En uiteindelijk moeten we dat gaan doen. Als we onze gedachten richten op alles wat waar, vriendelijk, heilig, goed en mooi is. En als gevolg doen wat God van ons vraagt. Dan zal niet alleen de vrede van God over ons waken. Dat zegt het in vers 7. Vers 7 zegt, als je in gebed en smekingen met dankzegging de dingen kenbaar maakt bij God, zegt God, dan zal de vrede van God jouw harten en je gedachten beschermen. Maar vers 8 en vers 9 zegt, als je herfocust en als je doet, dan zal de God van die vrede met jou zijn. En ik denk dat als in relatie met God, als we een balans willen hebben als kind van God, dan is het, moet het een verlangen voor ons zijn dat we wandelen met God
van de vrede. Dat we niet genoegen alleen moeten nemen met de vrede van God in onze harten. Maar dat we ook het verlangen moeten gaan ontwikkelen dat de God van de vrede met ons is. Want God zegt in Hebreeën 13 vers 5 dat hij ons nimmer zal begeven en nooit zal verlaten. Dus juist bidden, juist denken en juist leven zijn de voorwaarden om een standvastige geest te hebben en de overwinning over bezorgdheid te behalen. Amen.